20 tijdschriften hadden we, 4 dagbladen, vakbladen, vakbeurzen, een mega groot bedrijf. We hadden, nou, toen we het verkochten, 700-800 man in dienst. Het was gewoon mijn droom, dat ik dacht, wow, als dat zou kunnen. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit met geld uit Rusland zou kunnen komen. Het was toen in die tijd trouwens 20 miljoen gulden. Een huis op de Apollolaan en een boutique in de PC Hoofdstraat. Dus daar heb je hem, vertel ik het. Je verkoopt jezelf, hè? Als jij als ondernemer je eigen bedrijf bent begonnen, dan ben je jezelf aan het verkopen. En dan zit je er super emotioneel in. Dat is ook een geluk van je bedrijf verkocht hebben. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV, het YouTube-kanaal voor ondernemers. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Hoe verkoop je nou als ondernemer je bedrijf? En wat komt er allemaal bij kijken om überhaupt een bedrijf te kunnen verkopen en om dat goed te doen? Daarover praat ik in de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business met verschillende gasten. En in deze aflevering een hele bijzondere gast, Annemarie van Gaal. Van harte welkom, Annemarie. Dankjewel. Nou zeg ik weer Annemarie van Gaal. Is dat nou ja, goed? Ja, dat is het niet. Nee. Nee. Nee, ik gebruik gewoon in dagelijks verkeer mijn mansnaam. Ja. Dus MacNack. MacNack. En moet ik dan in de ondertiteling die nu dan in beeld verschijnt, moet ik dan jouw getrouwde naam of gewoon van Gaal? Nee, zet maar gewoon Annemarie van Gaal. Jij hebt, maar dat is alweer lang geleden, laat daar eens even mee beginnen. Jij hebt ooit je bedrijf verkocht, hè? Ja, toen ik hierheen reed, dacht ik van, oh, hoe vaak heb ik eigenlijk mijn eigen bedrijf verkocht? Dus buiten zeg maar investeringen, want die gaan er ook wel eens uit, hè? Maar ja, goed, dan ben je gewoon maar investeerder. Ja. Heb ik 3 keer iets verkocht. 3 keer al? Ja. Oh, maar en was die in Rusland de eerste dan? Ja, dat was in de 90er jaren. Heb ik in Rusland gewoond. Ik ben in 1989 erheen gegaan. Uiteindelijk in 1991 samen met Dirk Sauer, wat toen mijn zakenpartner was, Independent Media begonnen. Dat heel groot uitgebouwd. Er waren bladen nog, toch? 20 tijdschriften hadden we, 4 dagbladen, vakbladen, vakbeurzen. Een mega groot bedrijf. We hadden, nou, toen we het verkochten, 700-800 man in dienst. Oei. Ja. En hoe lang heeft dat verkooptraject toen geduurd? Zeg maar, vanaf het idee dat jullie zeiden van, hey, misschien kunnen we het verkopen. En ja, we hebben eigenlijk 2 verkoopmomenten gehad. De eerste verkoopmoment was dat we een minderheidsbelang wilden verkopen aan een Russische oligarch. Ja. Want dit was in die tijd, wij waren 100% Nederlands nog steeds. Ja. En we hadden toch wel een gevoel van, wow, die oligarchen die beginnen wel heel veel macht te krijgen. Ja. Dus en ze wilden natuurlijk een deel van ons kopen. Ja. Want wij waren best wel het meest sexy mediabedrijf. Ja. We hadden natuurlijk de Russische versie van Cosmopolitan, van Playboy, van Men's Health, van Harper's Bazaar. En natuurlijk de Moscow Times in Petersburg. Weet je, het was gewoon een sexy bedrijf. En glorietijd van de magazines en de tijdschriften. Zo, natuurlijk. Zo. Ja. En de glorietijd van de Russische democratie. Hè? Ja, ja, ja. En dus onafhankelijke pers was gewoon heel belangrijk. Ja. En ons bedrijf heette Independent Media. Het was gewoon Het klopte. Right time, right place, alles. Ja, dus we hadden al een hele parade gehad van oligarchen die het graag wilden kopen. Spraken jullie Russisch dan of gewoon Engels? Ja, zeker, zeker. Kun jij Russisch? Ja. Ik wil het niet horen. Ga door. Okay. Ja. Maar kun jij vloeiend Russisch? Ja, maar het is wel heel roestig nu, hoor. Want ik heb het echt 20 jaar niet, grappig. Niet goed gebruikt. Okay. Maar we hebben toen die hele parade gehad van Russische oligarchen die langskwamen. En die ook inderdaad dat minderheidsbelang, want we wilden in eerste instantie maar 10% verkopen. Uh-huh. Dat minderheidsbelang wilden kopen. Maar wij hadden ook 1 voorwaarde. En de voorwaarde was, wij heten Independent Media. En hoe zou jij als oligarch, hoe zou jij het vinden als wij slecht zouden schrijven over jouw bedrijf, omdat dat nu eenmaal media is? Ja. Want wij geloven dat een democratie niet kan bestaan zonder onafhankelijke pers. Mooi actueel thema overigens. Ja. Ja. Anno nu. Ja, anno nu hadden we niet meer bestaan. En, toen heb je toen die oligarchen geselecteerd op het antwoord. Ja, en er was er eigenlijk maar eentje die zei van, nou ja, het kan een wens zijn van jullie, maar het is een eis van mij. Okay. Als er iets met mijn bedrijf is en het is nieuws, eis ik dat jullie er op jullie manier over schrijven. Want anders, ik wil een democratie in het land en dus ik eis dat. En die heeft de minderheid gekocht? Die heeft toen 10% gekocht. Ja? En dat was Michael Khodorkovsky, die dus later is opgepakt en nog een flink aantal jaren in een Siberisch strafkamp heeft gezeten. Ach, want hij was van Yukos Oil. Ja. En hoe is dat nu mee? Ja, hij mag zich politiek niet meer actief ergens mee bemoeien. En hij woont in Zwitserland, begreep ik. Mm.
En ja, ik denk dat hij is gewoon koud gesteld. Heb je toen uiteindelijk het hele bedrijf verkocht? Ja, uiteindelijk hebben we zijn minderheidsbelang weer teruggekocht. Want toen kwam hij dus in de problemen. Ja. En toen hebben we 100% van het bedrijf verkocht aan Sanoma. Dus eigenlijk, VNU heeft ons naar Rusland gestuurd. Aha. En wij zijn na 1,5 jaar hebben we daar ontslag genomen. Hebben we ons eigen bedrijf begonnen. Ah, zo is het eindelijk even ja, lang. En dus eigenlijk kwamen we weer terug in de moederschoot. Ja, ja, ja. En daarmee was dat de financiële klapper voor jou? Ja, ja, enorm. Ja. Dat was ook. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit met geld uit Rusland zou kunnen komen. Nooit. Levend. Ja, met een retourticket. Met zo'n rugzak. Ja. Maar hoe oud? Want jij was jong, toch? Toen jij de deal sloot, hoe oud was je toen? 36. Ja, ja, ja. En ik kwam... Maar ik heb het me ook nooit gerealiseerd. Dus in de jaren... De laatste jaren dacht ik wel van... Oh, nou stel je voor dat ik naar Nederland kan gaan... en dat ik een huis kan kopen. En dat ik dus hypotheekvrij kan leven. Ik kon me daar geen voorstelling van maken, maar dat was gewoon mijn droom. Dat ik dacht, wow, als dat zou kunnen. Maar goed, daar ga ik niet vanuit. Hè. Het is vooral aanmodderen en iedere keer aan een zijde draadje hangen. Ja. Dus, ja, die kant ken je ook, hè, voor de duidelijkheid. Yo. Ja. Ja. Dus ik kwam naar Nederland en ik had ook de eerste keren dat ik tegen mensen zei van... ja, en die dag en toen kreeg ik dat geld. Weet je wel, dat ik echt... Ik had gewoon het gevoel van... Dat had niks te maken met die verkoop van het bedrijf. Want dat is nooit de, dat is nooit de reden geweest. Mm. Ik denk ook als ik van tevoren had geweten van... Oké, je gaat nu 10 jaar... Hè, dit wordt er van je gevergd in Rusland. Dit ga je allemaal meemaken met deze dreigementen. Mm. Met alles krijg jij te maken. Mm-hmm. Maar aan het eind krijg jij zoveel geld. Het was toen in die tijd trouwens 20 miljoen gulden wat ik er... Oké. Jij of zo totaal? Nee, wat ik kreeg in 2000. Ik denk dat ik het nooit gekund had. Had je gekund of had je het überhaupt niet gedaan? Als je dat als scenario had voorgesteld. Als ik het had geweten, had ik het nooit gedaan. Nee. Maar ik heb dat nooit geweten. Ik heb ook nooit geweten. En dat had ook het doel nooit mogen zijn. Want dan was ik er nooit doorheen gekomen. Is dat een belangrijke les voor ondernemers die een bedrijf zouden willen verkopen? Dat dus het plan, ik wil heel veel geld verdienen met de verkoop van mijn bedrijf. Dat is mijn main target. Dat een foute instelling is? Ja, ik denk wel dat je naar een exit moet gaan en dat je daar ook heel bewust naar moet werken als je dat al wil. Moet je naar een exit? Nee, natuurlijk niet. Want in principe, de beste ondernemers die hebben helemaal niet die eindpaal in zicht. Nee. Want wat zijn redenen om te streven naar een verkoop van je bedrijf? Wat zijn de goede argumenten om dat te willen? Als je merkt dat je zelf aan het eind van je Latijn bent. Of in mijn geval, weet je, 11 jaar in Rusland wonen. En mijn kinderen wilde ik toch een goede opleiding geven. Dus ik wist dat ik gewoon terug zou gaan naar Nederland. Ja dan ga je praten. Nou, in mijn geval met mijn zakenpartner. Hè, van hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? Ja. Wat zullen we doen? Wil jij erin blijven? Want ik ga eruit, weet je wel, zo. En zullen we daar 2 jaar de tijd voor nemen of 3 jaar de tijd, weet je wel? Zo hebben we het eigenlijk afgesproken. Dus dat kan een reden zijn dat je zelf, je persoonlijke rol, zeg maar, klaar is. En wat zijn andere redenen om je bedrijf te verkopen? Ja, je persoonlijke rol kan natuurlijk op allerlei gebieden zijn. Hè? En soms denk ik ook gewoon dat je op een gegeven moment ben je moe van het knokken. Weet je, en dan als je dat voelt, dat je energie af aan het nemen is omdat je zo hard aan het knokken bent, dan denk ik, ja, ga dan ook even werken aan die exit. Ja, ja. En je zegt 3 keer heb je een bedrijf verkocht. Ja. Wat waren die andere 2 dan? Eentje was een keer klein, maar dat was een retail iets. En de andere keer was... Wat voor retail iets? Een boutique. Maar de andere waar? Was... In Amsterdam. Maar de andere was... Waarom wil je er niet over praten dan? Nee, dat was maar klein. Oh, okay. Maar het andere... Ik kwam terug in Nederland, uit Rusland. Yeah. En ik dacht van... Wat wilde ik ook alweer als klein meisje? Want ik had geen idee wat ik moest gaan doen. En toen dacht ik, oh ja, een huis op de Apollolaan. En een boutique in de PC Hoofdstraat. Dat waren een beetje... Stel, heb je hem? Vertel ik het. Dat waren dromen als meisje. En omdat ik gewoon niet wist waar ik moest beginnen... dacht ik, weet je, dan doe ik dat... Ik koop dat huis op de Apollolaan. Hypotheekvrij. Ja. Ja. En een boutiqueje op de PC Hoofd. Ja, maar goed, toen zat ik in die boutique. En ik had natuurlijk het pand erbij gekocht.
En toen dacht ik van, oh, het is eigenlijk ook best wel gaaf als ik hier nou meer panden ga kopen en als ik daar dan een bedrijf van maak. Dus ik heb meer panden op de PC Hoofdstraat gekocht. En uiteindelijk was ik de grootste onroerend goed bezitter. Maar toen kon ik niet meer verder. Nee. Want er was geen bank die mij wilde financieren. Dus ik had alles met eigen geld gedaan. Ja, het was je geld op. Ja. Het was alles in stenen zitten. Ja. En toen? Ja, en dan kun je niet meer groeien. En dan, nee. Toen dacht ik, ja, ik kreeg ook iedere week biedingen binnen. Ja. Van, wil je dit, wil je jouw portefeuille verkopen? Ja, dus heb je op een gegeven moment maar gedaan. Op een gegeven moment, ja, dacht ik ook van, ja, jezus, ja. Weet je, dit is zo hoog. Ze mogen het hebben. Ja, precies. Hey, luister eens. Had ik dat trouwens maar niet gedaan, hè? Nee. Nou, qua geld had ik het niet moeten doen. Maar, als je nu, zeg maar, in repre... Want wanneer dan 2005. Ja. Oh, sodemieters. Ja, dat was... ja, maar goed, achteruit kijken heeft ook niet zoveel zin. Jij bent natuurlijk wel iemand die ondernemers... zeg maar, jij bent een soort master voor ondernemers en zo. Hè? En vooral ook voor mensen die het niet goed doen. Want ik wil even een paar dingen van jou weten. Even heel concreet. Want we kunnen het over verkopen hebben. Maar daar aan ten grondslag ligt in ieder geval... dat je een fatsoenlijk bedrijf moet hebben. Hè? Want je kunt, een kutbedrijf kun je niet verkopen. Nee, en met een goede omzet. Ja. En je moet het niet, niet helemaal van jou afhankelijk zijn. Okay, dus je moet het wel op afstand kunnen hebben. Het moet zonder jou kunnen. Ja. Okay. Wat moet je allemaal doen als je kijkt naar je eigen ervaring? Of in de, want je hebt veel adviesfuncties die je nu ook doet. Hè? Wat moet je doen om een bedrijf verkoop klaar te maken? Zijn dat ook precies die dingen? Dus financieel gezond, zorgen dat je jezelf eruit werkt als het ware? Ja, want je zou gewoon iedere keer... Moet je iets gewoon foolproof maken. En moet je gewoon zorgen dat de systemen zo goed werken. En dat de controlemechanismen zo goed zijn. Dat je ook zelf steeds meer op afstand kunt staan. Mm. Of van het deel wat je wil verkopen. Of van het hele deel. Hey, en niet als sponsormomentje hoor. Maar want deze serie DreamAxis die maak ik met No Monkey Business. Die begeleiden bedrijven. Met name techbedrijven in een verkooptraject. Is het belangrijk om zo'n soort bedrijf in de hand te nemen. Als je je bedrijf wil verkopen? Ja, absoluut. Want ik denk dat die begeleiding daarnaartoe. Is heel belangrijk, want je bent altijd geneigd van het is jouw bedrijf. Dus je doet het ook zoals je het altijd al gedaan hebt. Mm. Maar soms is het in aanloop naar de verkoop, er zit altijd vet in. Maar er zitten soms ook hele rare dingen in die naar verhouding heel duur zijn en heel weinig opleveren. Mm-hmm. Terwijl je bedrijf wordt natuurlijk verkocht op een multiple. Dus je moet gewoon zorgen dat die EBITDA gewoon niet kunstmatig hoog is, maar gewoon... Optimaal reëel is. En ja, optimaal is. Ja, en soms kunnen vreemde ogen daar zuiver beter naar kijken. Absoluut. En het tweede deel waarom het belangrijk is, is je verkoopt jezelf. Hè? Als jij als ondernemer je eigen bedrijf bent begonnen, dan ben je jezelf aan het verkopen. En dan zit je er super emotioneel in. Ja. Als de koper iets zegt over jouw bedrijf, dan neem je dat gewoon heel persoonlijk. Terwijl dat niet moet natuurlijk. Iemand moet daar met afstand over kunnen onderhandelen. Ja, ook een reden om daar zo'n bureau tussen te zetten. Absoluut. Wat zijn fouten die veel voorkomen bij ondernemers? Die hun bedrijf verkopen? Nee, überhaupt. In brede zin. Gewoon ondernemers. Nou, wat ik eigenlijk de laatste tijd veel zie, is ondernemers die te... strak vasthouden aan hoe ze het altijd al gedaan hebben. Mm. Dus die echt zo'n gevoel hebben van... joh, maar ik weet precies wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Maak een perfect product, lever een perfecte dienst. Mm-hmm. Ja, nu gaat het niet lekker, maar het komt goed. Want ik weet precies wat ik aan het doen ben. Dus, en die ondernemers, die zijn gewoon niet wendbaar genoeg... om hun product of hun dienst aan te passen aan de tijd. Wat de samenleving nu wil. En wat is het moment dat je als bedrijf... dat is misschien een negatieve vraag dit... Hè, omdat we het over verkoop van bedrijven hebben... maar zeg maar het tegenovergestelde. Wanneer moet je besluiten om te zeggen... dan maar mijn bedrijf aan de willen gaan hangen en kappen ermee... voordat ik mezelf ook persoonlijk volledig in de nest... Ik denk dat je voor jezelf echt altijd... van die go-no-go-eikmomenten van tevoren moet vaststellen. Ja, en niet als dat je echt zegt van... joh, ik wil hier best een ton... risico meelopen. Maar dan moet ik op een, als ik een half ton min zit, moet ik wel zoveel klanten hebben gehad. Of moet ik wel, mijn database moet wel zo zijn. Of weet je wel, ik moet dan wel zoveel orders hebben gehad. Mm. En je moet het voor jezelf ook hard maken. Dat die ton is ook echt gewoon de bottom, weet je wel. Ja. Dan stopt het ook echt. Okay.
Tot slot. Ik lees de Telegraaf niet, maar dat is verder geen principiële kwestie. Maar daar ben je columnist, toch? Ja. Daar kom ik achter als ik je naam google, vind ik al van die columns die ik dan niet mag lezen. Al ruim 6 jaar lang. Ja, weet iedere ik maandag. Ja, ik hou je niet elke dag in de gaten, allemaal. Maar de vraag die ik toch elke keer weer moet stellen is, je bent bevlogen. Je hebt een enorme mening die, zeg maar, hele belangrijke, ook captains of industry en zo, kun je daarmee inspireren, hè, met dingen die jij vindt en zo allemaal. En dat doe je ook in je columns en zo. Zie je voor jezelf nog een keer ergens een rol, weet ik veel, in de politiek of in die tak van sport? Nee, ja, ik kan wel zeggen van als ze me bellen, dan overweeg ik het. Maar ja, ik weet zeker dat ze niet gaan bellen. Want? Ja, als ondernemer ben je toch niet van harte welkom in Den Haag, zeg maar. Nee, maar moeten we het dan aan Den Haag overlaten? Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, maar kun je meer doen dan een column? Of is een column juist heel goed? Ik denk op zich wel dat dit het meeste is wat ik kan doen. Hm. En dat ik in Den Haag ook best wel op andere gedachten breng. Weet je, soms lees ik terug in de Kamervragen echt letterlijk een zin die ik gebruikt heb. Dus ja, dus het heeft wel effect. Ja. Ja. En voor de rest gewoon ondernemen. Absoluut. En meedoen aan televisieprogramma's. Veel leuk, hè? Ja, heel leuk. Wens ik je daar ook nog heel veel. Nou, weet je, dat is ook een geluk van je bedrijf verkocht hebben. Op een gegeven moment moet je ook dan, dat is een hele periode die daarna komt, dat je echt moet leren van, ik hoef niet meer zo hard te werken. Nieuwe, weet je, zingeving zoeken. Ja, ja, je zoekt nieuwe. En hoe fijn is het als je een goede exit hebt gehad, ja, dat je gewoon daarna ook echt gewoon in ieder geval nooit meer die stress hebt dat je geen geld op je bankrekening hebt, maar dat je gewoon, ja, de goede dingen mee kunt doen. Niet alleen voor je kinderen, maar ook voor mensen om je heen of voor andere ondernemers. Ja. En dat je op die manier je leven invulling kunt geven. Ja. Ik ben een gelukkig mens. Ja, je haalt me de woorden uit de mond. Dankjewel, Annemarie, dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En dankjewel naar het kijken naar een video in de serie Dream Exits hier op 7DTV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Zit je nou te kijken op YouTube en je vindt deze serie leuk en deze gesprekken leuk, blijf dan hangen. Over 2 seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.